Ja. De nieuwe serie. Nou, nieuwe, ik heb deze al eens een keer gedaan, maar het staat weer op privé. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Hij staat wel op het Engels, want ik vind die Nederlandse stem echt zo fucking irritant. Wat ik ook fucking irritant vind, is dat niemand gaat niezen. Ja, dat mag niet. Jammer dan. Dobby komt. We worden bevredigd. Oh. Nee. Rescue. Oké. Ja, hallo Dobby. Oh bitch, you ain't do what I tell you. Oké, dat klopt niet. Nou ja, boeien. Ik ga gewoon. Dobby disappeared. And shortly after, Harry's best friend Ron Weasley and his Ze komen. We worden bevredigd. We worden bevredigd door Ron. Godverdomme. Bevredigd door Ron. Juist. Oké. En dus dan komen we die kutsmaar tegen. Kom op, ik wil het even skippen. Oh zo, doe je dat. Oké, skip een cutscene. Na. Oké, we hebben de trein gemist. Ja. We vliegen. Ik moet uitkijken voor vliegtuigen. Huppa, komt een vliegtuig eraan. Oké. En nu gaan we beginnen met de game. Want in Harry Potter 1 heb je al Flipendo. In Sandy Overgarding Leviosa, Lumos en nog eentje geleerd volgens mij. Ja, dat waren er 5. Alohomora heb je dus ook nog bij geleerd. Je kan er nog maar 3 van gebruiken, want Incendio en Wingardium Leviosa, die kun je dus dan niet meer in deze game doen. Ik ben vergeten ofzo, maar je bent ook Harry. Je bent Harry. Hou je bek, Ron, echt waar. Oké, gewoon even lekker met de muis spelen zo, hoppakee. Oké, even kijken wat. Springen, ja dat springen dus. Rechte muisknop. Ik kan het ook met de pijltjestoets doen, wat ik persoonlijk... Oké, Alohomora, hoppa. Ja, dat heb ik al gedaan. Hou je bek nog gewoon. Oh, wacht, de vierde smikkie ook nog. Ja. Oh ja, die moeten we Lumos zijn. Haha, heb ik al gedaan. Ja, savebook. Kunnen we opslaan. Oké, Flipendo. Nog een keer? Nee, dat lukt niet. Maar ja, ik ga proberen zoveel mogelijk secrets te doen. Hier zo. Want ja, ik ken deze game echt bijna helemaal in mijn hoofd. Want, weet ook weer, toen ik bij mijn oma was, toen had ik deze ook op de PC staan. En echt. En als het winter was of zo, weet ik veel wat, toen zat ik nog wel eens even daar zo achter. En ja. Fucking hell, is chocolate frog. Nou, dus toen was ik bij mijn oma en toen heb ik dit spel echt kapot gespeeld. Nee, echt, serieus. Ik heb echt zo vaak gespeeld dat mijn neef opeens gewoon, ja, want die had hem, moest gewoon opnieuw installeren op die PC. Dat vind ik nog best wel het geniaalste. Good job, Harry. Now, ja. Flipendo, hoppakee. Ja, nu wordt hij weer vrij. Ik heb echt geen zin in die cutscenes. Kutscènes. Hou je bek, Ron. Godverdomme. Serieus, hé. Nou, save and game. Ron, hou je bek. Ja. Dat wil ik ook doen, Ron. Hou je bek, hé. Ik ben Harry Potter. Kom op, hé. Ik doe zelf wat ik wil. Ik had ook eens van die smackies gewoon, want toen waren ze bij ons in het winkelcentrum eens. En toen was er een Harry Potter dag of zo. En ja, toen deelden ze die ook uit. En echt, ik vond ze nog allemaal best wel lekker, maar eentje die was de paarse volgens mij. En die had pepersmaak. Dat was gewoon echt ranzig, vond ik. Ja, loop maar gewoon door, Harry. Maar ja. Dat is echt zo fucking ranzig. Gelukkig zat er daar maar iets van 2 in of zo, terwijl ik iets van 75 had. Van die dingen. Dus, ja. Secret!
Hé, hey, dat ik die nog even wist, hè? Ja, 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 ja. Boom, boom. Hoppa. Oké, okay, zo. Hier is naartoe. Een tovenaarskaart die nog... Ja. Is a bronze wizard card. Hou je bek. Oké, zijn er dus 50 van. Bij elke 10 komt er een nieuw schokje, zeg maar, die je linksbovenaan ziet. Dat is zeg maar je HP van Harry Potter. Oh man. Oké, maar dus. Dat is dus je HP. Kom hier. Oké. Dat is dus je HP. En bij elke 10 bronzen tovenaarskaarten komt zo'n schokje erbij. Dus... Er kunnen 6 worden. Zit hier zo'n secret? Nee. Hier staat geen secret. Dat is waar. Hier kun je dus niet meer opkomen. Hier ga je dus één keer naar beneden. Ja, dat is het. Dat is waar. Hou je bek, Ron. Je lijkt Hermelien wel. Waar. Oké, ik moet... Iemand of zoiets moet gewoon gaan tellen... Aan het einde van deze ja, serie eigenlijk, hoe vaak ik heb gezegd van hou je bek, Ron. En ja, deze tellen ook mee. Elke keer als ik gewoon hou je bek, Ron zeg, dat geldt als 1. En degene die dat allemaal bij heeft gehouden, die krijgt een virtuele knuffel. Ja, dat weet ik. Maar ja, ik ben weer even zo'n klootzak dat ik weer alles ga doen. Hier zo. Ja... Allemaal paintings. Maar wat ik wel jammer vond is dat je geen dingen had, hoe heet het ook weer? Ja, niet van die even denken. Hoe noemde je dat ook weer? Ah god, ik weet het even niet meer. Ik kom het niet meer op de naam, maar een portret had, zeg maar, die je naar een andere. Ja. Verdiepingen stuurde. Dat had je wel voor de Game Boy Advance. Die ga ik ook nog doen, dat wel, wees maar gerust. Maar dus die heb je hier zo niet. Dat vond ik nog op zich best wel jammer. En oh ja, deze vond ik echt zo eng, hoor maar. Dat is echt zo freaking eng. Maar ja, de sponsiefco-uitdaging. De laatste uitdaging. Ja, nu toch niemand is, kan ik deze doen. Ja, hier zou je wel van, oh, hier moet je dit plasma voor hebben. Nee hoor. Als je hem gewoon een beetje zo doet, kom je er vanzelf. Dus dan een zilveren tovenaarskaart. Hier zijn er dus 40 van. En als je een 10.000 van, zeg maar per 10, komt er een sleutel op voor de gouden tovenaarskaartenkamer. Dus, heb je 10 van die dingen, is er 1 sleutel. Dus je moet 4 sleutels hebben. En ja, ik ga proberen om alle zilveren tovenaarskaarten te krijgen. Wees maar gerust. Oké. Dan heb ik die alweer. Dat is nice. Hallo, Ron. Ach, Ron, hou je kop nou eens. Serieus. Nee, maar echt. Iemand moet er gewoon een compilatie van maken. Van hoe vaak ik dat zeg van Ron. Dikke dame. Ja. Nee, Ron, hou je bek. Ik heb hem niet. Ik ben Harry Potter. Ja. Hermelien. Right on time. Ja. Ja. Marley, please, we're tired. Hou je bek. Ron. Oké, skip een cutscene. En dan nu. Ben ik wel even stil, sorry daarvoor. Harry en Ron became Gryffindor heroes due to their little accident with the Whomping Willow. Harry slept well that night and looked forward to his first day at Hogwarts. Jee, school. Oh wacht, ja, hij woont bij die dikke oom van hem, dus kan ik ook wel snappen waarom. Good morning, Harry. Hallo. Time for our defense against the dark arts lesson with Professor Lockhart. Oh, die klootzak? Nee, dat ben ik. Hermelien, wat denk je van? Nee, en hou je bek. Ik ga niet met je mee, want ik kondig de volgende aflevering aan terwijl ik 3 secties doe.
Ik bedank jullie gewoon voor het kijken van deze aflevering van Harry Potter in the Chamber of Secrets. En ik zie jullie in de volgende aflevering. Adieu.